Ze gaat eerst de nagel op vorm veilen. Daarna worden de nagelriemen teruggeduwd. Met de puimsteen gaat ze overtollig nagelriem en nagelriemhuid gaat ze weghalen. Ja. Zodat de nagel helemaal vetvrij is en huidvrij is. We gebruiken de Gray Square om de nagel even op te ruwen. Als eerste komt er een laagje kleergel over. De kleergel die zorgt voor de hechting. Verder hoeft er dus helemaal niks te gebeuren aan de natuurlijke nagel. En de hechting is gewoon hartstikke stevig. Ze gaat nu de zijde op de nagel plakken. Ja. Daarna gaat de sculpting gel erop. Maar er wordt dus niet iets op de nagel geplakt? Nee, wij gebruiken geen tips, omdat tiplijm schadelijk is voor een natuurlijke nagel. Ja. De nagels worden verlengd met de Biosculpt gel. Al onze bouwgels zijn ook af te weken met de speciale gel remover. Daardoor krijg je ook een hele natuurlijke uitstraling en heb je geen dikke nagel, wat je normaal wel ziet. Desiree van Biosculpt gel, we hebben net een hele nagelbehandeling gezien. Wat is er zo bijzonder aan deze behandeling? Het grootste verschil is dat Biosculpt gel er bestaat om natuurlijk nagel gezond te houden. Ja. Daarentegen is het ook een soak-off gel. Onze kleurengels, basisgels en bouwgels zijn allemaal af te weken. Daarin het grote verschil is dat wij afweken met onze eigen gel remover in plaats van pure aceton. Ja. Zodat de nagel niet uitdroogt en gewoon gezond blijft. Okay. Dat is eigenlijk alles waar onze lijn om draait, dat de natuurlijke nagel gezond blijft. We willen gewoon dat klanten hun natuurlijke nagel sterker wordt en beter wordt en niet slechter wordt. Blij mee?